Vanavond in 1 tegen 1. Gaston Taument tegen Regie Blinker. Wie het eerst 3 doelpunten maakt, wint. Go. En Blinker verovert de bal. Linksbuiten van Feyenoord tegen de rechtsbuiten. Linksbuiten gaat er langs, maar de rechtsbuiten verovert de bal. Mooie beweging. Scheidsrechter loopt in de weg. Kansje naast. Taument weer. Komt op ons af. En scoort. 1-0 Taument. Ja? Kom op, Reggie, kom op. Blinker staat met 1-0 achter. Taument herovert de bal hier. Gaat alleen op het doel af. Oh! Blinker maakt gebruik van de situatie. Juist. 1-1. 1-1. Hele mooie passeerbeweging. 2-1 voor Taument. 2-1 Taument. Spelers kennen elkaars trucjes door en door. 2-2. Wie nu het eerste doelpunt maakt, die wint. Spanning stijgt in top. Technisch 2 meest begaafde spelers van Feyenoord. Daar komt Taument weer. Hele mooie beweging. Ja, komt toch niet goed vrij en schiet naast. Regie Blinker krijgt weer de kans om deze 1 tegen 1 in zijn voordeel te beslechten. Daar gaat hij, buitenom, paal! En dat geeft Taument nog een gelegenheid om deze 1 tegen 1 te winnen. Wat is dat? Er was de overwinning bij, hè? Nou, komt hij weer. Oh! Aan kansen is echt geen gebrek. Daar komt Blinker weer. Ja, een fantastische beweging, schaartje. En Regie Blinker wint deze 1 tegen 1 met 3-2.